Jongens, jongens, dit is heel vet. Totale inver... 14 inversies? 14 stuks? Hey, hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering op deze vaste vrijdag van natuurlijk No Limits 2. En ook zoals gewoonlijk weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En ik hoop oprecht dat ik dit keer kan knallen met een gouden tonnetje. Dat lijkt me zo fantastisch als er weer een fantastisch... Nou ja, er komen hele goede projecten voorbij. Maar dat we gewoon zo'n project krijgen dat je mond gaat openstaan voor de komende kwartier. En dat je dan zoiets hebt van dit verdient oprecht een gouden en ook een opgepoetst tonnetje. Maar dat zien we dan vanzelf wel. We beginnen met het allereerste mailtje en die komt van Daniel. En hij zegt het volgende. Hallo Vincent. Ik heb een hele tijd geleden, 1 jaar om precies te zijn, een achtbaan in elkaar gezet, maar deze heb ik nog nooit opgestuurd. Potjandori. Dus bij deze stuur ik hem op. Het is trouwens mijn 4e achtbaan die ik ooit heb gemaakt, of in ieder geval die heeft gemaakt, en is de eerste die ik naar je opstuur. Ik zou trouwens niet de game op pauze zetten aangezien hij bij mij soms niet meer werkt. Ook de tijd niet vooruitspoelen. Hier zijn statistieken. Een Lim Lounge Coaster, een lengte van 1675 meter, een maximale hoogte van 90 meter, dat is een flinke hoogte, en een minimale hoogte van 0,2. Totale inver... 14 inversies? 14 stuks? Inversies in de rails 10. Het was eerst de bedoeling dat er een 2e achtbaan in het park zou komen, maar ik was dit project vergeten, dus misschien ooit een keer. We komen weer in de hemel terecht. En deze achtbaan, 90 meter hoog, moet dus blijkbaar 14 inversies bevatten. Ik ben oprecht ontzettend benieuwd naar deze creatie. En ook heel gaaf, want in de vorige aflevering was er dus iemand, voor mij was dat, wie was dat ook weer? Bart? Ja, heb ik dat goed? Bart, geloof ik. En die stuurde ook na 2 jaar weer een nieuw project op. En nu dus weer een nieuw project van iemand anders. En die heeft al 1 jaar niks opgestuurd. Dat is echt cool. Het wordt een soort van reunie. Het wordt een heerlijke No Limits reunie, net als de vorige aflevering. We gaan instappen. Ik heb hem wel op pauze gezet. Hopelijk kan dat geen kwaad. En anders zien we het vanzelf wel. Laten we beginnen met Sector 05. Want dat is gelijk ook de naam van deze achtbaan. En wat een gevaarte. Ik heb het gevoel dat dit echt wel extreem gaat worden. Oh, ik hou mijn hart vast. Ik laat me gewoon compleet verrassen. Hoe snel zal die gaan? Haalt hij dadelijk gewoon de 95 km per uur? Of wordt het weer standaard 100? 95. We gaan het zien. 76 km per uur. Ik denk dat hij dadelijk een tweede lancering krijgt. Dat moet wel. Dat moet absoluut. Want ja, hoe komen we anders in die hoogte daar? Dat kan niet anders. 90 meter omhoog, dat gaan we nooit halen met 76 km per uur. Leuk die wenteltrap. We gaan het zien. Wat gaat er allemaal gebeuren? Het is een grote verrassing. Ik wil eigenlijk mijn snelheid corrigeren van 95 naar 125. Bij deze 125 km per uur. Ik denk dat we nu vastgezet worden. Gelukkig op tijd gestopt, anders rolden we door tegen die paal aan. En nu gaat het feest beginnen. Wordt dit een triple launch? Ik geloof het wel. Maar nu al heel bijzonder. Gewoon een normaal stuk begin. Nou ja, een normaal stuk begin. Gewoon even een beginnetje. Dan in één keer schakelen we over van baan. We komen in een triple launch. En hoe eindigen we dan? Komen we dan weer bij een ander gedeelte? Of blijft de baan doorgaan? Of we gaan het zien. We gaan het zeker zien. Maar halen wij die 125? Dat is de grote vraag. Dat is mijn gokje. Oh jee. Daar gaat hij. Hij knalt niet helemaal door. Dat betekent dat we dadelijk waarschijnlijk nog een keer worden gelanceerd of niet? Nee, we gaan door. 88 km per uur. Oh my god, nee, we gaan nog steeds door. Dit is echt heel vet. Jeetje, wat een baan. Dit is zo gaaf. Ik word compleet verrast met dit project. En je ziet in de schaduw, het ziet er heel mooi uit. Echt heel mooi. Wat gaat er gebeuren? Halen wij die 125? Dat is nog niet zeker. Dat is zeker nog niet zeker. Want ik denk dat we dadelijk weer terug gaan, of niet? Nee, we gaan door met de baan. We gaan zeker door. Jongens, jongens, dit is heel vet. Mijn complimenten. Echt oprecht mijn complimenten. Wauw. Jammer dat er geen omgeving is. Maar op zich, deze baan is nu al zo fantastisch en knallend. Over het water heen. Dat de omgeving, ik
denk gewoon nu de omgeving erbij. Hij heeft wel wat bomen geplaatst, dat wel. Of het kan zijn dat bepaalde textures niet inladen. Dat zou nog best wel eens kunnen. Ik heb wel eens vaker gehad, nou ja, dan zou ik de achtergrond niet moeten inladen. En dat zou een beetje vreemd zijn. Dus ja, ik denk dat het allemaal goed zit. En dat hij dit bewust zo heeft gedaan. Dit was Sector 05. En ondanks geen teaming, nou ja, een klein beetje wel. Ondanks dat het helemaal in de hemel afspeelt, ga ik gewoon voor Sector 05 ook gewoon de 5 tonnetjes geven. Dit was oprecht een hele goede baan. Echt super tof, super tof. We gaan door met zijn tweede achtbaan. De Tropical Storm Rider. Ik heb hier ook nog een tweede achtbaan die ik ook zelf heb gemaakt en eigenlijk wel leuk en simpel vind. Het is mijn 5e achtbaan die ik dus ooit heb gemaakt. Ik heb alleen geen statistieken erbij. Zou je ook kunnen vragen of mensen in de comments willen zetten hoe je custom scenery maakt en in de game zet. Ik heb namelijk meerdere pogingen gedaan, maar helaas het lukt me steeds niet. Om het te importeren in het spel was het trouwens al gelukt met je VR headset. Oh jee, dat is helaas niet gelukt. Bedankt dat je de series nu al zo lang doorzet en ik hoop dat het nog lang zo blijft. Groetjes van Daniel. Nou Daniel, dat gaat helemaal goed komen. Met ook jouw steun aan deze serie moet dat zeker goed komen. Alleen jammer dat het regent en dat je ook geen statistieken erbij hebt vermeld. Maar dan zal ik die gewoon een beetje gaan gokken. Het gaat dus gewoon om een lekkere houten achtbaan. Voor een heel groot gedeelte gebouwd op het water. Maar volgens mij is de hele achtbaan op het water gebouwd. Ja, het station staat op een eilandje. Dat is het enige wat zeg maar een beetje op het droge staat. Maakt niet uit. Het lijkt me best wel lastig om dan een achtbaan te bouwen in het water. Of het is een kunstmatig meer. Dat ze dan het water eruit pompen. Dat zou kunnen. Dat zou makkelijker zijn. Nou, hij behaalt toch wel een redelijke hoogte. En dan gok ik tussen de 25 en de misschien 30 meter. 35 meter is dat te hoog. Ik weet niet, ik twijfel. Ik twijfel enorm. Dan doen we het gewoon in het midden 30 meter hoog. Maar wat voor snelheid zal deze halen? Nou, een flinke drop naar beneden. Dan verwacht ik toch wel een 90 kilometer. Nou, dat gaat hij wel halen. 90 kilometer, 96,2 kilometer per uur. En waarschijnlijk blijft die baan lekker laag bij de grond. Dat hij heerlijk kan scheuren door die bochten. Oh, dit was lekker. Dit is de Tropical Storm Rider. Heerlijk. Het stormt. Misschien regent het al zo lang dat er inmiddels gewoon alles... Het is gewoon onder water gelopen hier. Het was allemaal bedrogen. Deze achtbaan stond gewoon op het platteland. Of in een soort woestijnachtig landschap. Maar door de regen is alles... Oh, zo dan. Dit is verrassend. 293 km per uur gaan we nog onder het station door. Dat heb ik niet heel vaak voorbij zien komen in de serie. Dat is leuk. En vanaf de buitenkant was de layout best wel groot neergezet. Maar ik vond het niet storend. En het voelde ook gewoon hartstikke fijn. Het was een heerlijke rit. Dankjewel voor de Tropical Storm Rider. Vooral dit stukje was behoorlijk, nou ja, niet saai gelijk. Maar het was best wel recht. Er hadden misschien wat meer bocht in gemogen. En daarom het verschil met je andere achtbaan is weer een beetje anders. En dat vind ik wel grappig. Het verschil moet er ook zijn hoor, vind ik. Maar dit was de houten achtbaan, de Tropical Storm Rider. Ik ga deze de 4 tonnetjes geven. Gefeliciteerd met dit project. We gaan door. Bedankt voor je mailtje en natuurlijk wat ik al zei, jouw steun. En op naar de laatste achtbaan voor deze aflevering. En dit is de laatste. Ziet er ook weer super vet uit. Een RMC zo te zien. Hey, hallo Vincent. Daar ben ik weer. Hallo Anthony. Deze keer met een RMC genaamd Toilet. En toilet betekent paars in het Portugees. Oké, het is niet afgestampt van toilet, dat scheelt. Hier zijn de statistieken. Een hoogte van 41,7 meter. Een lengte van 1210,1 meter. De maximale G-kracht is 4,5 en 3 treinen met 6 inversies. En de snelheid is allemaal vraagtekens, uitroeptekens. Trein nummer 3 gaat achteruit als je een keer wat anders wil proberen. Er zit uiteraard ook weer audio bij, dus met de koptelefoon op AUB. Groetjes van Anthony Nijenhuis. Bedankt Anthony voor jouw inzending. Ik zal eerst eens even naar de lockers lopen om eventjes mijn ik heb geen bagage bij me, dat scheelt. Ik ga verder. Toilet. Het logo, heel mooi gedaan. Het lijkt een beetje op een Pac-Man mannetje, vind je niet? Ik vind het een Pac-Man mannetje die naar beneden kijkt. Die dan net op het punt staat om al die balletjes op te eten en de spookjes te verjagen. Dit zal dan waarschijnlijk de wachtrij zijn. Lekker hoge hekken ook.
waar het logo tegenaan staat, dan kunnen ze in ieder geval niet omvallen, dat scheelt. Je hebt al leuk gewerkt met de omgeving, ik zie verschillende bomen, ik zie ook een inrangeersysteem en ik zie ook wat landschap wat je hebt verhoogd. Dat is altijd mooi, gewoon een beetje spelen met de omgeving, dat krijgt altijd pluspuntjes. Nou zit ik niet in de trein dat we achteruit gaan, ik wil gewoon lekker vooruit hoe het standaard is, maar ik vind het wel leuk dat hij een functie heeft toegevoegd dat er een derde trein achteruit gaat. Dat zijn toch leuke extraatjes, toch? Ik zie het beginnetje al, we gaan dadelijk rechtdoor, een beetje kronkelend, een mooi beginnetje en dan waarschijnlijk een flinke optakeling. We gaan het vanzelf meemaken. De poortjes sluiten, oeh, de beugels gaan dicht, lekker strak ook. Ik kan nog net ademen. Nou ja, ik kan, anders hoor je nou, jongens en meisjes, welkom bij de video. Dan zit hij een beetje te strak en niet alleen maar om mijn buik, denk ik. Nou, we gaan lekker op ons gemakje vooruit. En dit is oprecht op het gemakje. Ja, nu komt er wat meer snelheid in. Het is een beetje opbouwen natuurlijk, hè. Opbouwen de spanning. Dit is toilet. Ja, dat is Portugees, zei hij al. En lekkere muziek op de achtergrond, ik hoor het zacht in de verte. Ik weet natuurlijk nooit of het copyright muziek is en YouTube kan daar lastig over doen. Maar met mijn audiocommentaar eroverheen en het geluid staat ook niet heel hard, komt het allemaal wel goed. Verder wel statistieken dat we een hoogte behalen van 41,7 meter en een baanlengte van 1210. Dat is 1,2 kilometer lang. Dat is een mooie lengte voor een RMC. Ik verwacht ook wel dat we een redelijke snelheid gaan halen. En dat hij toch wel de 100 kilometer gaat aantikken. Ik kom weer erop terug. Ik hoop dat hij wel meer dan 100 gaat eigenlijk. Want 41 meter hoog, dit is zeker meer dan 100. Ik ga 110 gokken. Maar dan zal ik net zien dat het weer eronder zit. Zie je het? Altijd hetzelfde. Dan denk ik dat je heel hoog begint. Dat hij heel veel snelheid erin gaat pompen. En dan valt het allemaal reuze mee. Maar 95 kilometer is ook een prima snelheid voor deze paarse achtbaan. Niet alles is paars. Gelukkig heeft hij de ondersteuning niet paars gemaakt. Godzijdank. Daar ben ik heel blij mee. Soms zijn er wel eens mensen die dan het hout van kleur veranderen. Op zich kan het wel, maar maak het dan lichtbruin, donkerbruin. Het kan ook wel tegen rood aanlopen. Maar dan wordt het vaak een beetje tussen bruin en rood in, zeg maar. Niet felrood, van die echt hele felle kermiskleuren. Felgeel, felgroen, felblauw of felrood, dat zien we dan niet terug. Gebruik altijd voor die achtbanen wat donkere kleuren. Dus donkerpaars, donkergroen, donkerrood. Dat ziet er echt veel netter uit. En ook ja, het oog gewoon professioneler ofzo. Ik weet niet hoe dat komt, maar misschien omdat ik het gewend ben en zelf ook probeer om altijd donkere kleuren te gebruiken. Want fel vind ik altijd zo, het doet een beetje pijn aan je ogen. Nu moet ik wel netjes uitstappen via de uitgang. En nou zie ik dus, oh ja, hier stap je dan uit, denk ik. Ja. Nou, Anthony, dit was een leuke baan. Je hebt het ook leuk aangekleed, een custom station. Ik ga deze ook gewoon de 5 tonnetjes geven. Gefeliciteerd met deze RMC. Hopelijk ben je er blij mee. Laat vooral een duimpje achter voor deze aflevering. En je mag natuurlijk ook in de reacties, het moet niet, maar het zou wel leuk zijn. Laat tips achter voor de creators, voor de makers van deze achtbanen. En wie weet helpt het wel. Ik heb in ieder geval geen tips voor vandaag. Ik heb alleen maar genoten en ik hoop jullie ook. Tot de volgende keer gaan we weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en natuurlijk ook het kwaad. Doei doeg!